Iedere week ziet u in BV Brabant de beroepen van de toekomst door de ogen van de studenten. Maar hoe spelen de opleidingen hier eigenlijk op in? En hoe kijken zij naar de toekomst? Aan tafel René Savelsberg, projectleider van Banen voor Morgen en verbonden aan ROC De Leygraaf als directeur. Welkom. Meteen maar naar de Banen voor Morgen. Wat houdt dat precies in? Wij willen met bedrijven ontdekken waar onze leerlingen in 2020 aan moeten voldoen qua kenniskunde, vaardigheden. We moeten ze daarvoor op, we moeten ze gereed maken voor die arbeidsmarkt van morgen. En we vragen aan bedrijven, maar ook aan onze docenten, om daar samen over na te denken. Van waar moet die leerling nou precies aan voldoen in 2020? Hoe ziet dat beroep eruit? Als je in de procestechniek zit, is dat nog steeds dezelfde procestechniek in 2020 als nu? Nou, waarschijnlijk niet. Komen daar andere zaken bij? Want het bedrijf heeft ontwikkeld, het bedrijfsleven innoveert. En we willen dat onze leerlingen steeds meer up-to-date zijn voor die arbeidsmarkt van morgen. Ja, en de topsectoren zullen daar ongetwijfeld een rol in spelen, want daarin moet geëxceleerd worden. Ja. Hoe verbinden jullie dat aan elkaar? Brabant heeft 4 speerpunten in haar economie benoemd, afgeleid uit topsectorenbeleid van Den Haag. En die 4 speerpunten zijn in Noordoost-Brabant agrofood feed. In West-Brabant maintenance en biobased economy. Zuidoost-Brabant high-tech systems en Tilburg logistiek. En we hebben daar nog een 5e aan toegevoegd. En dat is zorg en welzijn. En dat zijn ook de 5 werkateliers die we inrichten waar we zoeken naar de nieuwe beroepen, naar de beroepen van 2020 samen met de bedrijven. Werkatelier is een soort denktank waarin jullie het bedrijfsleven en de docenten bij elkaar zetten. En dan hebben ze een soort vrijveld? Zij hebben een vrij speelveld. Ja. Zij mogen vrijelijk denken, graag zelfs vrijelijk denken. Ik noem het ook wel eens een anarchistische vrijplaats. Hè. Laat je in je denken. Alles mag, alles kan. Als een werkatelier zegt, van ja, maar we willen toch eens in Antwerpen gaan kijken, dan zorgen dat ze in Antwerpen gaan kijken. Zij hebben een vrij speelveld, kunnen vrijelijk denken en moeten zich vooral niet laten verhinderen door bureaucratische regels van ja, maar zo gaat het niet of dat soort gedachten. U kijkt daar heel vrolijk bij, alsof u het wel eens anders heeft meegemaakt. Nou, als je in het onderwijs zit, dan weet je dat het soms ook anders loopt. Al 25 jaar, denk ik. Ja, dan weet je dat het soms ook anders loopt. Dat er heel veel mensen omheen georganiseerd zijn. En dat zijn soms wel eens, wat ik dan wel eens heel stiekem noem, showstoppers. Waardoor ontwikkelingen heel traag verlopen. Ik mis nog iets. Wat? De jongeren. Ik heb ze nog in het hele plan niet gehoord en het gaat over hun. Ja. Het laatste waar we over nadenken is om ook een aantal werkateliers met jongeren in te richten. Van hoe zien jullie nou jullie beroep Ja, want anders gaat het niet. Je zult ze toch moeten enthousiasmeren. Nou ja, het gaat er wel om waar bedrijven, hè, de vraag zit bij bedrijven. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar goed, aan de andere kant, je wilt ook aan jongeren vragen van waardoor worden jullie getriggerd? Hoe ziet jullie toekomst eruit? Waar wil je vooral je werk in vinden? Hoe ziet jouw beroep er dan uit in 2020? En daar denken we wel over na om daar ook een aantal kleine werkateliers rondom te organiseren. Nee, we zijn ze niet vergeten, maar het gaat wel in eerste instantie om die institutionele vraag tussen onderwijs en bedrijfsleven.